Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is vandaag vrijdag en ik heb nog niet echt heel erg veel gedaan. Ik ben eigenlijk een beetje mijn eigen aan het opladen voor morgen. Morgen is de grote dag. Morgen gaan we een ontzettende mooie video opnemen. Ik en Kevin. Dat staat in ieder geval alvast vast. Dat we het met z'n tweeën gaan doen. En het wordt een ontzettende mooie video. We gaan er echt ontzettend mooi filmen. Waar het is ga ik lekker nog niet vertellen. En vandaag heb ik eigenlijk een beetje uitgerust. Want morgen wordt het een lange dag. Een mooie dag. En ik heb eigenlijk een beetje uitgerust. Ik heb alleen even boodschappen gedaan. Het is weer echt één grote drama is het weer met... het is weer één groot drama als je gaat winkelen. Echt, ik vind het... het wordt er niet meer gezelliger op dat winkelen. Ik moest vandaag cola halen. Cola wezen halen. En ik heb wat boodschappen meegenomen voor mijn buurman. En wat gebeurt er dan? Kom ik daar aan? Ik denk nou... Ik moet netjes in de wachtrij. Ik zal een wachtrij staan. Ik denk netjes in de wachtrij. En dan netjes in de wachtrij gaan staan. En dan maar wachten. Eerst even een winkelwagentje pakken. En dan in de wachtrij gaan staan. Dus ik wou een winkelwagentje pakken. En gelijk alweer zo'n medewerker van de Lidl. Gelijk weer van wat is er aan de hand meneer? Wat kan ik voor je doen? Ik zei, nou, ik wil een winkelwagentje. Ja, moet je eerst achteraan de rij gaan staan. Echt heel nors en heel, niet echt op een aardige manier. Dus ik zei, joh, kan ik dat ruiken of zo? Dat ik eerst in de rij moet staan en dan een winkelwagentje moet pakken. Moet dat ruiken of zo? Kan ik dat ergens lezen of zo? Nergens, dus relax, doe een beetje rustig aan. Dus ik was al een beetje zwaar geïrriteerd, was ik al. Nou, dan kom je daar zo weer binnen en dan is het weer allemaal mondkapjes en gedoe allemaal. Anderhalve meter afstand houden. Dan staan ze heel erg met mondkapjes op en dinges. Maar als je dan toevallig net eventjes uit het schap een fles cola wil halen, dan staan ze je bekant in je nek te hijgen. Dan denk ik van, volgens mij was het toch anderhalve meter afstand. Wordt weer niet gedaan of je staat in de wachtrij en dan komt er ineens weer eentje voorbij gelopen. Die langs je heen moet. En die heeft ook geen anderhalve meter afstand. Het is krankzinnig momenteel. Het is krankzinnig. Ik doe echt de boodschappen doe ik die ik moet hebben. En dan ben ik er alweer heel snel uit. Ik heb er echt heel weinig zin meer in om te gaan winkelen of boodschappen te gaan doen. Het wordt gewoon steeds minder leuk. Ook bij de winkels. Ik ben ook een tijdje terug. Hè, moest ik bij de winkels wezen. Nou, als je dan in het centrum loopt. Of op een woonboulevard loopt. Het wordt er echt niet gezelliger op. Er staat een wachtrij hier in Tokio. Mensen zijn nogal heel erg paniekerig. Je komt dan binnen. En dan sta je een half uur sta je in de wachtrij. Dan kom je binnen. Dan is die winkel helemaal half uitgestorven. En dan loop je door die winkel heen. En dat was trouwens met mijn zus en mijn zwager wat ik vertelde. Ik heb nou geen één ding gehad in die winkel dat ik zeg van nou, dat is nou wel zo mooi, dat zou ik nou graag willen kopen. Geen één dingetje. Het is gewoon, de helft is er niet. Wat er is, dat is gewoon, misschien ben ik ouderwets of misschien is het precies allemaal net mijn stijl niet of zo. Maar er is geen één ding wat mijn stijl is dat ik echt iets heb. Wat ik zie staan dat ik iets wil hebben of zoiets. Het is gewoon echt helemaal niks is het gewoon. En ik, daarom, ik doe alleen maar dagelijkse dingen doe ik. Boodschappen die ik echt nodig heb. En voor de rest ben ik er eigenlijk al heel snel ben ik er klaar mee. Het is gewoon niet leuk meer om te gaan winkelen. Maar goed, in ieder geval jongens, gaan we morgen de grote vlog opnemen. Het is even wel een eentje rijden is het eventjes. Dus het is hier niet in de buurt. Dat kan ik in ieder geval volgens wel vertellen. Maar de locatie waar ik ga filmen ga ik lekker nog niet vertellen natuurlijk.
Kevin, die hebt er ook heel veel zin in. Ik heb er heel veel zin in. We gaan er echt een hele mooie vlog van maken. En misschien hebben we nog een secret guest. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ik weet niet zeker of dat die er ook echt daadwerkelijk is. Maar dat zien we morgen allemaal wel. Maar misschien hebben we dus ook nog een secret guest. Hebben we nog in ons midden. En ja, we gaan gewoon. We hebben de hele middag hebben we eigenlijk ingepland voor mooie shots op te nemen, mooie videobeelden te maken. En ik hoop dat jullie allemaal morgen allemaal gaan kijken. Morgen is al die video is er al morgen. En dat zal om 8 uur wezen. 8 uur. Dan gaat die vlog in première. Ja, eindelijk weer eens een keer. Ja. Er zijn de laatste tijd natuurlijk helemaal geen Efteling vlogs meer en zo. Dus ja, er zijn weinig video's om in première te laten gaan. Maar deze video die gaat echt wel weer in première. Want het wordt wel echt wel weer een ontzettende mooie video. Dus ik nodig jullie allemaal uit om morgen om 8 uur 's avonds te gaan kijken naar de première van een hele mooie vlog die Kevin en ik vorige week geschoten hebben. Want ik denk dat het wel weer een week duurt voordat jullie dit allemaal weer zien. Het zit nog steeds een beetje een een buffertje tussen van een week. Dus ik denk dat het volgende week wordt als ik dit opneem. Dus morgen kunnen jullie in ieder geval kijken naar, want deze vlog komt er een dag later. Uiteindelijke vlog wil ik online gaan zetten. Dus kijk allemaal. Het wordt echt ontzettend mooi. En we gaan er echt een hele mooie vlog van maken. Daar ben ik zeker weten van overtuigd. Met misschien dus een secret guest. Maar dat gaan jullie allemaal nog zien. En dat gaan jullie allemaal nog meemaken. Dit was even een heel kort vlogje eventjes. Maar eventjes een aankondiging van de mooie vlog die eraan gaat komen. Het wordt echt heel erg mooi. Dus ik denk ik zal toch even nog even een aankondigingsvideootje maken. Ja, voorlopig even geen pretparken nog en zo. Dus we moeten het even doen met de middelen die ik momenteel heb. En dat zijn natuurlijk heel veel mooie natuurvideo's met in bossen, parken, hele mooie omgevingen en zo. En die van morgen, die wordt echt heel mooi. Dus jullie weten in ieder geval dat het een hele mooie video wordt van een mooi park, natuur, bomen, bossen. Dus ben je natuurliefhebber, ben je geen natuurliefhebber, maakt ook niet uit. Gewoon kijken, 8 uur morgen zie ik jullie allemaal bij de première van It's Ultrex. Een hele mooie video van mij en Kevin. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even zeker weten op It's Ultrex. Het gaat de goede kant op. We zijn lekker op weg naar, naar meer abonnees. Er komen er steeds meer bij. Dus fantastisch jongens. Blijf geabonneerd. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. En abonneer eventjes. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En natuurlijk even alle video's belonen met een duimpje omhoog. En ik ga die pen weg doen, want ik loop ermee te wijzen. Dus in ieder geval jongens, groetjes van deze kant. Tot morgen. Tot een hele mooie vlog. Ik spreek jullie allemaal. Ik zou zeggen, groetjes van deze kant. Bye bye. Zwaai zwaai. Waar is Bokito? Waar is Dribbel? Ik zie ze niet. Zit hij nou achter me? Oh, achter me zit Bokito. Groetjes van deze kant. Hoi. Bye bye.